de Sranka, een kruising van een herder met, wij denken, Dobberman of Bosserol. Ze is geboren in oktober 2005 en werd wegens verhuizing ons pensioen achtergelaten. De baasjes zijn nooit meer komen halen. Wij hebben contact opgenomen met de eerste eigenaar en die kon ons vertellen dat zij niet goed alleen thuis kon blijven omdat ze heel veel aandacht nodig heeft. Qua zinnelijkheid weten we nog niet. Ze heeft heel veel beweging nodig en daarvoor kan een andere hond wel een oplossing zijn, want daar speelt ze heel graag mee. Een reu is absoluut geen probleem, teven hebben we nog niet uitgeprobeerd. Voor de rest weten wij eigenlijk niks over haar. Dank je.